Ivan Verrips. Goedemiddag, het is 3:04. Je luistert naar BNR met een extra nieuwsuitzending vanwege de presentatie van het regeerprogramma. Een half uurtje geleden is dat gebeurd. 140 pagina's en daarmee wil het kabinet, ik citeer, zo doelgericht en concreet mogelijk aangeven hoe te komen tot oplossingen, tot gerichte maatregelen die tastbaar verschil maken in het leven van mensen. Dat vraagt om bevlogen pragmatisme, werklust en doelgerichtheid. De komende 25-30 minuten gaan we erover praten met de experts van BNR, die uiteraard in een half uur tijd alles doorgepluist hebben. Ik begin met, uiteraard, hoe kan het ook anders, Mats Akkerman en Leonard Beekman, onze politiek verslaggevers. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, laten we maar eens even kijken. Er was natuurlijk al veel uit het hoofdlijnenakkoord wat nu doorvertaald is. Ook veel wat al de afgelopen dagen gelekt is. Maar toch ook wel nieuws. Ik begin maar gewoon met een open rondje. Wat is jullie opgevallen, Leen? Nou, dan gaan we eventjes heel oppervlakkig beginnen. Maar dat het veel verder uitgewerkt is dan eigenlijk in eerste instantie ons verteld was. Premier Schoof zei 2 weken geleden, verwacht geen vuistdik regeerprogramma. Nou, het is redelijk vuistdik. Ja. De informatiedichtheid is groot. Is het wel opvallend dat het wel zoeken is, want het is een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord, naar wat is hier nou precies nieuw? Ik begon even bij de overheidsfinanciën en dan krijgen we daar direct al een verhaal. We kennen het van de huidige minister van Financiën, Eelco Heijnen. We moeten matigen, de bomen groeien niet meer tot aan de hemel. Financiële middelen zijn beperkt en er moeten keuzes gemaakt worden. Dat betekent dus dat er eventueel ook bezuinigd moet worden. En dat zie je ook wel terug in het akkoord, in de uitwerking daarvan. Goede nieuws voor iedereen. De koopkracht gaat er wel op vooruit, is te lezen in het hoofdlijnenakkoord. Het regeerprogramma. Ja. En mensen krijgen de huur- en zorgtoeslag bij. Daar is meer ruimte voor. En als je een foutje maakt, word je niet direct op je vingers getikt. Even een korte samenvatting, Mats, van waar ik in eerste instantie op gelet heb. Wat viel jou op? Nou, het viel me sowieso op dat ze de volgorde van het hoofdlijnakkoord hebben aangehouden. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk alsof je hetzelfde ding hebt. En inderdaad ook wel een beetje wat Leonard zegt. Soms heb je het idee dat er hetzelfde staat als in het hoofdlijnakkoord, maar dan met meer woorden. Mm-hmm. Het is inderdaad een beetje zoeken naar het nieuws. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het hoofdstuk over ondernemers, dan staat er dat het ondernemersklimaat weer verbeterd moet worden. Wel met een concreet doel erin. We moeten weer in de top 5 van meest concurrerende landen van de wereld komen. Mm-hmm. Daar stonden we in. Maar we zijn onlangs gedaald naar plek 9. Nou, de ambitie van dit kabinet is om terug te komen in de top 5. Maar als je dan verder leest wat ze daarvoor willen doen, ja, dan hebben ze het over stabiel en voorspelbaar fiscaal beleid. Ja, stond ook in het hoofdlijnenakkoord. Het terugdringen van de regeldruk. Nou, dat stond ook in het hoofdlijnenakkoord. En dat wordt ook überhaupt al jaren gezegd. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld iets nieuws wat dan in het hoofdstuk terugkomt is een pact ondernemingsklimaat. Mm-hmm. Een soort top met alle belanghebbenden. Het MKB, het bedrijfsleven. Die moet al in dit najaar komen. Dus een ondernemingsklimaat top komt er met de minister van Economische Zaken. Ja. Lijkt een beetje op die woontop die er ook al komt met de woonminister die al gepland staat. Dus dat is dan echt iets nieuws. Maar dat klinkt meer als even in gesprek gaan met belanghebbenden en dan je ideeën weer wat verder uitwerken. Ja. Voordat we zo meteen over de inhoud verder gaan, toch even, Len, jij bent in Den Haag voor de presentatie. Dit verloopt allemaal heel raar. Want eigenlijk zouden jullie dit document om 1:00 krijgen en zou het om 4:00 gepresenteerd worden. En ter elfde uren werd het toch opeens om 2:00 al online gegooid. Wat is hier gebeurd? Nou, ik heb geen idee wat er gebeurt. Dus ik weet wel dat in ieder geval de politieke partijen te horen kregen dat zij om 2:00 dat document ook zouden krijgen. En ik denk dat ze eieren voor hun geld gekozen hebben. En het gevaar dat het via toch zou uitlekken, dat het maar voor iedereen ter beschikking is gekomen. Mm-hmm. Je kan het nu ook gewoon downloaden op overheid.nl. Niet printen. Rijksoverheid.nl. Niet printen, nee. Heb ik stiekem wel gedaan. Ja. Maar het is inderdaad, het is gek gelopen. Ik zat om 1:00 klaar en we kregen op een gegeven moment een mailtje, het wordt een uurtje later. En dan moet je toch een hoop doornemen in een korte tijd. Mm-hmm. Ja. Laten we ook even kijken naar mest. Dat is een onderwerp dat denk ik niet formeel in dit regeerprogramma hoort, toch? Landbouw is het vierde hoofdstuk. Hè. Dat is een erg belangrijk thema voor dit kabinet. Omdat natuurlijk de vierde partij in deze coalitie de BBB is van Caroline van der Plas. Dus daarom staat landbouw een stuk hoger in de rangorde dan in het vorige regeerakkoord. Er is nu een plan gepresenteerd. Gaan we over praten met Lydia van Rooijen van onze Haagse redactie. Lydia, hallo, welkom. Hey, goed dat je er bent. Wat weten we nu? We hebben een stikstofprobleem. We hebben een mestprobleem. Ja. Er is de afgelopen dagen al een en ander uitgelekt. Wat weten we nu meer? Ja, er zijn een aantal details eigenlijk nu extra bijgekomen. Als we het over mest hebben, dan gaat het bijvoorbeeld over de komst van een mestgezant. Mm-hmm. Nou, van dat woord had ik ook nog nooit gehoord. Nee. Maar de bedoeling is dat iemand gaat kijken of er meer mest de grens over kan. Okay. Maar dan, dat mag niet zomaar. Er moeten allemaal verwerkingsinstallaties voor gemaakt worden.
En het kabinet, dat was natuurlijk het nieuws van vorige week, dat ze met het stikstofplan, zeg maar het MPLG, dat gaat door de shredder. Daar gaan ze nu in een andere vorm mee door. En dat heet dan een gebiedsgerichte aanpak. Ja. Nou ja, dat lag eigenlijk ook al onder dat MPLG. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel zonder dat geld. Ja. Ze hebben nu voor 2025 hebben ze 40 miljoen. Oh ja, dat is wel aanzienlijk minder dan er eerst was, inderdaad. Ja, ja, eigenlijk niks dus. Ander potje waar ze nog wel geld aan uit hopen te trekken, dat is voor agrarisch natuurbeheer. Mm-hmm. Nou, daar kan ook best wel wat op gebeuren. Maar dat is inderdaad voor landbouw. En op het mestgebied zie je eigenlijk vooral dat het vooral... de plannen zijn van Piet Adema, die we al kenden, waar gisteren natuurlijk ook veel gedoe over is geweest. Ja. Met het afromen van die rechten. Uh-huh. Ja, toen zei Caroline van der Plas ook, als we gedwongen gaan uitkopen, dan ben ik weg. Gaat zij weg op basis van dit plan of niet? Op basis van dit plan denk ik niet, nee. Oké, die zitten nog eventjes. Laten we even kijken bij andere BNR-experts die uiteraard hun vakgebied volgen. We gaan naar onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag. Goedemiddag, Iwan. Ja, we hoorden het net al van Mats. Er komt een, wat was het nou, Een pact ondernemingsklimaat. Ondernemingsklimaat. Ondernemingsklimaat top. Ja, precies, om ons weer op een top concurrerend te krijgen. We staan nu op plek 9, we moeten weer naar plek 5. Wat is daarvoor nodig? Dat is afwachten natuurlijk. In ieder geval, die ambitie overigens, die gaat nog wel verder. Want ook onze provincies, die moeten heel erg concurrerend worden. Er is een lijst van meest concurrerende regio's in Europa. En al onze provincies, die moeten in de top 30 daarvan komen. Okay. En 6 van onze provincies moeten in de top 10 komen. Dus meer dan de helft. Dat lijkt mij erg ambitieus. Ik weet niet hoe ver we daar vanaf zitten. Maar ja, wat moet er allemaal gaan? Wat is men van plan te gaan doen? Nou, lastenverlichting, vooral voor het MKB. En ja, heel veel nadruk op het verminderen van de regeldruk. Maar dat zei Mats net ook al. Ja, dat is niet de eerste keer dat we dat horen. Dus het is de vraag hoe dat gaat uitpakken. Mm-hmm. In ieder geval, wat men daar concreet van plan is, dat is om het adviescollege toetsing regeldruk, om die vroeger dan nu het geval is te betrekken bij voorgenomen regels. Mm-hmm. En wat ik ook zie en wat ik ook wel belangrijk vind, dat is dat de autoriteit Consument en Markt, die moet natuurlijk ervoor zorgen dat er voldoende concurrentie op onze markten is. En die concurrentie, dat is natuurlijk in een markteconomie eigenlijk superbelangrijk. En die willen ze eigenlijk versterken. En die willen ze extra instrumenten geven om toch doortastender op te treden, om die concurrentie beter te garanderen. Ik denk dat dat op zich een toe te juichen ontwikkeling is. Ja. Als huiseconoom, wat valt jou verder op het eerste gezicht? Ja, weet je, het is 140 bladzijden bijna. Ja. En we hebben een half uurtje gekregen om het te bekijken. Mm. Wat ik helemaal niet zie, maar misschien kijk ik met mijn neus. Dat is iets over de overheidsfinanciën. Dat zal vast wel ergens... Ja, het begint ermee. In de inleiding is er een kort kopje over de overheidsfinanciën. En verder kan ik er weinig over terugvinden. En daar staat eigenlijk het bekende verhaal. Hè, dat, wat ik net al zei, de bomen die groeien niet meer tot aan de hemel. En de knip moet erop. En als het nodig is, moet er bezuinigd gaan worden. Wat mij nog verder opviel, Han, over het ondernemersklimaat werd nog wel wat gezegd. Ja, sorry dat ik er even doorheen dender. Nee. En daar wordt wel iets gezegd over, waar ook veel over geklaagd is, de voorspelbaarheid van het fiscaal beleid. Mm-hmm. En er wordt wel het voornemen wordt er in ieder geval, spreken ze daaruit, om ervoor te zorgen dat die fiscale weerwar de afgelopen jaren hebben meegemaakt, met de VPB bijvoorbeeld, die van hoog naar laag en weer omhoog ging. Daar willen ze vanaf. Mm. Het moet voorspelbaar fiscaal beleid moeten gaan worden, zeker voor de MKB'ers. Ja, toch opvallend als je aan vier en daarom draaien ze dus ook een aantal maatregelen terug die het vorige kabinet nam. Dus daar was veel onvrede over. Het terugdraaien, afschaffen, inkoop eigen aandelen, terugdraaien, verlagen van de MKB-winstvrijstelling en inderdaad die VPB die Leenert net al noemde. Was ook al aangekondigd, maar dat waren fiscale maatregelen waar eigenlijk wel wat onvrede over was, waarvan nu duidelijk in dit regeerprogramma staat, dat gaan we terugdraaien. Ja, maar Hannes Kuijs wordt toch wel vrij algemeen. Ja, vrij algemeen. Ik moet ook wel zeggen dat ik heb ook een lijstje gemaakt van alle dingen die ze willen terugdraaien. En ja, wat Leendert net zegt, ze willen een voorspelbaarder fiscaal klimaat. Ja, als je dan begint met allerlei maatregelen die net zijn genomen terug te gaan draaien. dat, ik weet niet, daar zit een zekere ironie in. Maar wel maatregelen waar het bedrijfsleven niet blij mee was. Dus ze zullen absoluut. Vooral lastenverzwaringen natuurlijk voor het bedrijfsleven. Absoluut.
En wat natuurlijk ook een aantal keer wordt uitgesproken in dit document, dat is waardering voor ondernemerschap. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, dat zijn mooie woorden. Ja. Maar dat is ook natuurlijk op zich wel heel erg welkom. Oké, ik hoor niet een heel erg enthousiaste Han de Jonge, maar ga gerust verder lezen, dan komen we misschien nog even bij je terug. Mocht je ergens enorm van schrikken, in positieve of negatieve zin. Ja, want Han had het al over lastenverlichting voor het MKB. Ja. Het gaat ook natuurlijk over lastenverlichting voor de gewone hardwerkende Nederlander. Dat zit veel eerder in het regeerprogramma. En dan gaat het met name om mensen aan de onderkant en de werkende middeninkomens. Ja. En dat zit hem dan dus vooral in die lagere belastingsschijven. Wat eigenlijk ook al eerder was gelekt en in het hoofdlijnenakkoord stond. Maar het idee is dat de gemiddelde werkende Nederlander, maar ook de uitkeringsgerechtigden en de gepensioneerden er dus ook een stuk op vooruit zullen gaan met dit akkoord. Over een paar minuten ga ik praten met Bernard Hallenburg, onze buitenlandcommentator. Eerst naar Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, 100.000 woningen per jaar moeten er komen. Hoe gaan ze dat doen? Ja, dat was natuurlijk al bekend, ja. Hè? Er komt natuurlijk, dat wisten we al, er komt extra geld beschikbaar. Mm-hmm. Die miljard, die was natuurlijk al aangekondigd. Er komt een nota ruimte. En die wordt toch anders als de voorontwerpnota. Dus dat wordt in lijn gebracht met het regeerakkoord. Ik denk met name dat het te maken heeft dat ze ook meer buitenstedelijk willen gaan bouwen. Dus het bekende straatje erbij. Ja. Dus dat zal erbij gaan komen. Wat ze ook gaan doen is het grondbeleid aanpakken. Dat was ook al aangekondigd. We hebben zo'n IBO-rapport over grond gehad. Dus ze willen eigenlijk de winsten op grond gaan afromen, voor zover die er dan zijn. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er een planbatenheffing ontwikkeld gaat worden. Dat kan pas op middellange termijn, hoor. Dat kan niet heel snel. Ja. Maar dat ze ook grondbelasting willen gaan invoeren. Dus op het moment dat jij bebouwde grond hebt die je niet gebruikt, dan kun je ook belasting gaan betalen. Dus dat zijn allemaal maatregelen om het te gaan versnellen. Mm-hmm. En voor de rest willen ze het proces, dat was natuurlijk ook al bekend, willen ze ook gaan aanpakken. Ja. Dus alles parallel gaan plannen, dus alles tegelijk. En ook, dat is wel wat wel interessanter, ze gaan ook sturen op looptijd van projecten. En zeker als het Rijk erbij betrokken is. Dus als je subsidie krijgt, dan word je gewoon gehouden om in die looptijd houden. Dus dat zijn zo een aantal punten waarmee ze die woningbouw willen versnellen. Ja. Maar klinkt dat nou echt alsof we nu enorme doorbraken gaan zien en daadwerkelijk de hijskranen overal naartoe kunnen rijden? Nee, dat is heel, heel bepalend zal zijn hoeveel geld er nou echt beschikbaar is. En ik werd ook al aangegeven dat er een miljard in het vorige akkoord en een miljard zou zijn. Maar dat zou ook naar andere potjes gaan. Hè, onder andere die verlaging van de overdrachtsbelasting. Dus we moeten even afwachten hoeveel er overblijft. Maar goed, de ambities zijn nog wel steeds heel hoog. Hè? Dus die twee derde deel betaalbaar. Ja, de meeste betrokken partijen en ook analisten geven toch aan dat eigenlijk te weinig is om die bijna 1 miljoen woningen te gaan bouwen op basis van die condities. Dus dat zal echt wel een probleem blijven, denk ik. Ja. Ik ben aan het lezen, ik heb nog geen financiële doorrekening gezien, maar ik denk dat dat er ook niet in zal zitten. Misschien heeft Han dat gezien, maar ik denk dat er extra geld is. En dat is wel heel bepalend, hoor, voor die productie. Ja, dus dit soort voor de rest ben je niet direct overtuigd nog, als ik dit zo hoor. Nou, er zitten wel een paar hele verneinige dingen in. Hè. Bijvoorbeeld, dat was ook al aangekondigd, dat verbod om statushouders met voorrang te gaan helpen in de sociale huursector. Ja, hoe dan, denk ik dan? Want dat betekent dat ze 5 tot 10 jaar moeten gaan wachten. Want dat is de gemiddelde wachttijd in een hoop gemeentes. Maar die gemeentes hebben wel taakstellingen. Ze moeten wel ze opvangen. Dus hoe ze dat dan gaan doen, dat lijkt mij heel erg lastig. Maar goed. Dankjewel voor je eerste reactie. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Even kort migratie genoemd. Dat was natuurlijk eigenlijk het onderwerp van kabinet Schoof. En ook het onderwerp waarop Rutte 4 viel. We hebben de afgelopen weken minister Faber gezien. Die trots is dat ze het strengste asielbeleid ooit gaat uitrollen. Leen, heb jij daar nog verrassingen gezien? Of is dat eigenlijk ook dit document al een bevestiging van alles wat we al wisten? Dit is wel een bevestiging van alles wat we al wisten. Zeker omdat er gisteren natuurlijk heel veel uitgelekt is over de uitzonderingsbepaling van de Vreemdelingenwet 2000. En onder wat daarna moet gebeuren, de asielcrisiswet die uitgeroepen gaat worden. Maar als je dit leest, ook de maatregelen die daarbij horen, dan hebben we het. Het kabinet zal het graag horen. Maar dit is snoeihard beleid op zeker asiel. En bijvoorbeeld die asielcrisiswet, waar hebben we het dan over? Het intrekken van spoed, van de spreidingswet gaat het dan onder andere over.
Maar het gaat ook over het opschorten van het behandelen van asielaanvragen. Nou, dat was natuurlijk al bekend, maar dat zijn wel verregaande maatregelen. Ja. Waarvan je je ook moet afvragen of het allemaal bij de rechter stand gaat houden. En natuurlijk het nareizen. Hè. Je moet een huis hebben hier als asielzoeker in Nederland voordat je je familie, lees je kinderen, mag overlaten komen. Mm-hmm. En 2 jaar een status, als ik het goed heb. Nou, dat is nogal wat. Ja. En de crisiswet, wanneer komt die? Ja, een exacte datum staat er niet bij, maar er is geen tijd te verliezen, staat erbij. Dus zo snel mogelijk. Oké. Okay. Mats, zien we ook hier nou al zaken die eigenlijk een beetje worden teruggetrokken uit het hoofdlijnenakkoord? Ik denk bijvoorbeeld, er zijn wat bezuinigingetjes die worden teruggedraaid, geloof ik. Hè, bij onderwijs, BTW op schoolboeken, dat soort zaken. Ja, dat zijn dan die kleine aanpassingen die ook al gelekt waren. Het feit dat die schoolmaaltijden worden doorgezet. Ja. Maar ik wil ook nog wel even terugkomen op asiel en migratie eigenlijk. Want wat Leenert zegt, is inderdaad waar. Het is een super streng asielpakket. Maar als je dan even de inleiding leest van dit regeerakkoord, mm-hmm. Een mooie inleiding geschreven, en die eindigt met tot slot. Bij de uitwerking van dit regeerprogramma in concrete voorstellen tot wet en regelgeving wordt scherp getoetst op verenigbaarheid met de grondwet, het Europese en internationale recht en beginselen. Mm-hmm. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat toch een deel van deze hele strenge eisen gaan sneuvelen, wat we ook hebben gezien bij het vorige kabinet. Dus die natuurlijk ook wel hebben geprobeerd om het asielbeleid iets aan te scherpen. Ja, dus en daarvoor zeggen ze expliciet, als het niet mag, dan gaan we het toch niet doen. Dat delen van het latere delen uit het regeerprogramma niet in overeenstemming zijn met die zin die jij net citeert. We gaan even naar de buitenlandparagraaf. Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat valt jou op? Ik hoorde Mats net zeggen, de Europese samenwerking is 1 pagina. Ja, je hebt een hoofdstuk internationale samenwerking, 9a. Ja? Dat is wel lang. Ja. En dan heb je Europese samenwerking, 9b. Okay. Dat is 1a4. Bernard. Dat is 1a4. Dat klopt helemaal. En om het zomaar samen te vatten, het is de middle finger opsteken naar Draghi. Mm-hmm. Die net met dat rapport is gekomen over de dringende noodzaak van veel grotere samenwerking binnen de EU. En het creëren van een pot geld van 800 miljard euro per jaar. Nou, dat veegt. Ze noemen het niet met name, maar ze zeggen wel, Europese wetgeving moet niet verder gaan dan strikt noodzakelijk. Ja. Wat dit kabinet betreft komen er geen nationale koppen op Europees beleid. Nou, mm-hmm. Dag meneer Draghi, denk ik dan. Ja. Ze zeggen, ja, het is heel mooi, EU is heel belangrijk, maar vooral eigenlijk voor de onderlinge handel. Dus dat is de EU, dat is klein. Wat groter is alles wat te maken heeft met defensie en ook internationaal. Het is wel er staat niks nieuws in wat dat betreft, maar toch wel een soort accolade voor de NAVO. Daar zijn we echt heel blij mee, daar blijven we lid van. Die 2% defensieinspanning die is vastgelegd in internationale afspraken. Die komt wat dit kabinet betreft ook in de wet te staan. Dus dat maken ze steviger. Er moet ook meer worden geïnvesteerd. Er moeten ook meer soldaten komen. Mm-hmm. Ja, die hebben we niet. Dus dat worden dan misschien beroepsmilitairen die wat langer dienen. Reservisten die worden opgeroepen. Ze hebben het ook over 10 jaar militairen. Dat is een begrip dat je steeds vaker hoort. Ja. Nee, dat is geen dienstplicht, maar het lijkt er wel een beetje op. Dus daar wordt op ingezet, vind ik wel heel apart. Maar als je dan kijkt naar de hele grote, belangrijke dossiers in de wereld, laten we zeggen, Oekraïne. Ja, daar staat eigenlijk, dat is een aaneenschakeling van clichés over dat we Oekraïne blijven steunen en trouw zijn. Wat me wel opviel, was het hoofdstukje over het Midden-Oosten en Gaza. Ja. Want daar staat iets in waar ik echt van opkeek. Eerst een paar zinnetjes over het recht van Israël op zelfverdediging en ook wel de noodzaak van een twee-staten-oplossing. Daar is niks nieuws aan. Mm-hmm. En dan komt hij met inachtneming van de oplossingen voor het conflict en de diplomatieke belangen zal worden onderzocht wanneer verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem op een daartoe geschikt moment kan plaatsvinden. Mm-hmm. Ja. Waarom dat erin staat, dat begrijp ik niet helemaal. Althans, dat stond ook al in het hoofdlijnenakkoord. Ja, maar het is opmerkelijk, omdat er is een internationaal principe, waar Nederland zich ook altijd achter heeft geschaard, dat die ambassade inderdaad in Jeruzalem hoort, maar dat dat alleen maar kan in het kader van een totale oplossing van de problemen. En Trump is destijds met de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade daar
daarop voor uitgelopen. Mm-hmm. Tot verdriet, verontwaardiging van een heleboel. En je kan ook zeggen, dit zinnetje had je er net zo goed uit kunnen laten. Ja. Dus het staat erin en alles staat er altijd in met een doel. Dus dat zijn zo'n paar dingen. Nou, wat die internationale handel betreft, zag ik ook nog een paar aardige dingetjes. Er staat in, er zijn 131 de lijst van grootste landen slaan wij op de 131ste plaats. Zeg maar een klein landje. Maar we zijn wel nummer 17 op economisch gebied. Dus we zijn wat dat betreft best een behoorlijke wereldmacht. Mm-hmm. En daar moeten we meer aan doen. En dan kom je weer terug op het buitenland. Daar staat ook in, we moeten veel meer moeite doen om de ambassades in te zetten in het verder promoten van de internationale handel. Okay. Het bedrijfsleven moet meer kunnen rekenen op wat het ministerie van Buitenlandse Zaken kan betekenen. Nee. Dat is niet onbelangrijk. En dat is ook, het is een waarheid, dat is een koe, kun je zeggen. Het bestaat ook wel een beetje. Maar dat ze dat expres nog eens aanzetten, dat vind ik wel een mooi thema. Nou, vast genoeg voer voor heel veel uitzendingen van de wereld, columns enzovoorts. Dankjewel, Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. We gaan kijken naar het mobiliteitsvraagstuk. En dat doen we met Meindert Schut van de Nationale Autoshow. Ja, zometeen weer een nieuwe aflevering, Meindert. Goed dat je er al even bent. Wouter is hier ook over. Nou, ja, super. Vergeet mij niet. Heel goed, heel goed. We krijgen een actieagenda auto. Nou, vertel. Wat komt erin? Nou, mijn eerste gedachte bij deze plannen is dat regeren is vooruitschuiven, zoals Kees de Kort wel eens heeft gezegd. Maar daarom is het goed dat ik erbij ben. Hè? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Hè? Ja. Dat slaat ook hier op. Welke wil jij? 130 of wil je de zero emissions? Nou, dat is eigenlijk ook de belastingen. Hè? Eigenlijk van het hoofdlijnenakkoord dat ze de belastingen over auto's eerlijker willen verdelen, over EV's en auto's met een verbranding. Motor, hè, dat er ook EV's belasting gaan betalen. Ja, komt volgend jaar een plan? Er komt volgend jaar een plan. Ze willen die 130 terug op de wegen daar waar het kan. En dat ze is het actieplan auto, hè? Dat is het actieplan auto. Dat komt nog dit jaar. En ze willen ook dat die emissievrije zones in die steden dat uitgesteld worden. Nou, dat wisten we al. Mm-hmm. En wat hieruit blijkt is dat ze eigenlijk het nog steeds willen, maar niet precies weten hoe. En dat ze dat dus nog gaan uitwerken. Ja, ook omdat is mijn gemeenten conclusie. Zijn op hun eigen houtje wel aan het doordrammen zijn met die zero-emissiezones. Terwijl schoof er een beetje vanaf wil. Ja, maar kijk, die gemeentes. Ik noem altijd maar weer het voorbeeld van de gemeente Amsterdam. Die daar natuurlijk een beetje voor pleitbezorger is. En die zelf een paar vuilniswagens nodig had. En toch voor die hele fijne diesels koos. Het is gewoon niet zo heel makkelijk om die switch in één keer te maken. En ik denk dat dat heel goed is. Weet je, dat we vooral nu, en dat komt er hopelijk volgend jaar, in die fiscale plannen rondom de auto, een goede balans stimuleren van EV. Want dat is nodig om inderdaad te elektrificeren. Maar niet, zeg maar, die harde deadlines, die staan overal ter discussie. Zeg maar, hier in Nederland nu, maar ook in Europa rondom 2030, 2035. Mm-hmm. Weet je, we gaan onszelf veel te veel economische pijn doen en consumentenpijn doen en mobiliteitsarmoede creëren als we hier zo strikt aan vasthouden. Dus Meindert, die vindt het vooruitschuiven. Ik ben er deels eens, hoor. Maar ik ben ook wel blij dat ze ook wel eigen keuzes durven te maken. En die, ja, ook wel, dit is hoe democratie werkt. We hebben een andere kleur regering. Ja, en die maken andere keuzes op dit gebied. Nou ja, dat is dus in lijn met hoe we hebben gestemd met z'n allen. Ja, 130, maar wanneer gaat het gebeuren, denken jullie? Ik hoop morgen. Ja. Gewoon, dan kan ik, want ik wil Als we klaar zijn met de uitzending, hoop ik dat het is ingevoerd. Nee, ik ga gewoon voor de zekerheid alvast 130 in huis rijden. Nee. Maar doe ik altijd nog een klein plusje erbovenop. Dan zeg ik, ja jongens, dit is... Vooruitlopend op de kabinetsplannen, ja precies. Maar, maar met die belasting op EV's is het natuurlijk wel interessant. Ja. Want ze schrijven ook dat ze nog steeds de EV's willen stimuleren. Alleen ik zie niet hoe je dat dan doet, dat je EV's duurder gaat maken, want er komen belastingen op. En dan toch wil dat ze gestimuleerd worden. Vind ik nog een hele lastige. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die hervormingsplannen van de autobelastingen. Oké, over een paar minuten een nieuwe aflevering van de Nationale Autoshow. Blijven luisteren. Jullie succes met de laatste voorbereiding. Ik zal niet al te veel uitlopen. Laten we nog even kort napraten, ook met Mats en Leendert vooral. Want wat nu? We hebben nu een regeerprogramma, 140 pagina's dus. Over het hoofdlijnakkoord is een debat geweest. Leen, wordt hier nu ook over gedebatteerd? Over dit document? Daar is nog geen debat over aangevraagd. Maar nou ja, natuurlijk volgende week de algemene politiek. Daarom hebben ze het nu uitgebracht. Ja. Ja. Die zullen erover gaan. Oké, want en nu verder, want je moet dit nog verder gaan uitwerken, hoor ik jullie zeggen. Het is eigenlijk nog steeds op hoofdlijnen.
Ja, maar dat is eigenlijk altijd wel met beleid. Ja. Eigenlijk als het inkt droog is, dan kan je alweer weer opnieuw beginnen. Maar er moeten nog steeds plannen moeten er uitgewerkt gaan worden. Ja. Dit is nog niet het definitieve plan. En het is natuurlijk een extra parlementair kabinet. En er kunnen ook ideeën, alles wat er nu nog niet in staat, kan ook vanuit de Kamer geagendeerd worden. Dus het zal een work in progress blijven. Okay. Er staat ook specifiek in de inleiding een uitgestoken hand naar de oppositie om hopelijk met breder draagvlak dingen aan te gaan pakken. Okay. En inderdaad, de laatste twee pagina's zijn eigenlijk de samenvatting van wat dit regeerprogramma aan wetgevingsveranderingen zou betreffen. Ja. Maar ja, dat betekent dat je allemaal wetgevingsprocessen gaat opstarten. Dus dat is iets wat de komende jaren gaat gebeuren. En dan kom je inderdaad echt bij die uitwerking van wat gaat dit doel van ons nou in de praktijk tot in detail betekenen als we dat in een wet opschrijven. En dat hopen ze natuurlijk gaan doen de komende jaren. Okay. Zometeen om 4 uur presentatie van het document. Waar ga jij, dan horen we jou, jullie allebei misschien wel weer bij de Friday Move, denk ik. Of alleen Leendert? Of Leendert is erbij. Leendert sowieso, die is erbij namelijk. Waar ga je op letten, Leen? Nou, ik denk dat de vraag in eerste instantie toch wel gericht zullen zijn op asiel en migratie. En hoe ze dat nou toch voor elkaar willen gaan boksen. En ik heb er zelf toch ook wel wat vragen bij. Want als we het document mogen geloven, leven wij als Nederland nu in een crisissituatie. Ja, wat hoort daar dan bij? We weten dat nog vanuit de coronatijd. Toen hadden we persconferenties en we hadden een dashboard en er waren maatregelen die genomen waren. Ik snap wel dat dat nu niet gaat gebeuren. Maar als we echt in zo'n crisissituatie leven dat er noodwetgeving moet gaan komen, dan wil ik daar wel wat uitleg bij hebben. Nou, Marjolein Faber heeft net al een videootje op haar X-account geplaatst waarbij ze aankondigt dat we het strengste asielbeleid ooit krijgen. Dus misschien zegt ze daar iets meer over wat ze wil gaan doen. Dat heeft ze ook meerdere keren gezegd, ook al de afgelopen week. Oké, dank jullie wel voor nu. Natuurlijk, iedereen die we gesproken hebben, en met name Mats en Leendert, fijn dat jullie er waren. Alle reacties die stromen nu ook al binnen, kan je volgen onder andere via onze website, bnr.nl. Ga daar naartoe. Ook komend weekend houden we je daarbij op de hoogte. Zometeen om 4 uur dus de presentatie van dit, ik moet nog steeds wennen, regeerprogramma. Dat ga je ook volgen bij de Friday Move uitgebreid. En wij gaan zometeen luisteren naar een nieuwe aflevering van de Nationale Autoshow. Meijnert en Wouter die gaan ongetwijfeld ook doorpraten over die autoagenda, wat daarin moet komen te staan. Over 130 km per uur, over zero-emissiezones en nog veel meer. Dit was even een korte samenvatting, half uurtje. Het eerste wat we nu weten over dit regeerprogramma. Wil je meer weten, dan weet je wat je moet doen. Blijf luisteren naar BNR. De eerste klap die je voelt is het wegvallen van de opduurraketten. 40 kilometer, 45 kilometer. Dan op 80 kilometer gaat het omhulsel eraf. Dan kan je dus naar buiten kijken. Dat was heel bijzonder. Want bij mij kwam de zon naar binnen, dus ik kon niet eens kijken. Maar mijn collega was Mike Fink. En hij zei, André, look. Dus ik draai mijn hoofd om. En toen kon ik door het raampje naast zijn hoofd zag ik ineens die blauwe kromming van de aarde. En daarna zwart. En dat is een hele gekke combinatie, dat ben je niet gewend. Het is of zwart of het is blauw. Maar die samen, dat was heel apart om te zien. Ik denk, ik kijk nu, ik zit in de ruimte en ik kijk naar die aarde. Een heel bijzonder moment. Heel weinig tijd heb je daar maar voor. Want je moet je meteen weer concentreren op die taken. Kijken of die lampjes aangaan of uitgaan, enzovoort. Maar dat was een heel bijzonder moment. Want dat was in feite de droom waar ik als kind mee bezig was. Ik wilde de aarde een keer vanuit de ruimte zien. Kuipers en de Kosmos. 12 september in je podcast-app. Abonneer je vast en mis geen aflevering.